Geen zin in seks komt vaak voor. Ongeveer 1 op de 10 mannen en 3 op de 10 vrouwen hebben wel eens minder zin om te vrijen. Meestal is het tijdelijk en heeft het met stress, drukte of ruzie te maken. Er zijn ook mensen die nooit behoefte hebben aan seks en die zich zonder seks helemaal goed voelen. Er zijn geen vaste regels voor wat normaal, veel of juist weinig is. Als u meer of minder zin heeft in seks dan uw partner, wil dat zeker niet zeggen dat dat afwijkend is. Als u regelmatig geen zin heeft in seks, maar wel wat vaker zin zou willen hebben, kunt u daar misschien wat aan doen. Fijne herinneringen aan seks kunnen ervoor zorgen dat u naar de volgende keer uitziet. Als de herinneringen aan seks niet leuk zijn of steeds minder leuk worden, dan ziet u er ook niet naar uit. De kans is dan groot dat u niet openstaat voor seksuele prikkels. Probeer te bedenken waarom u minder zin heeft in seks. Had u vroeger bijvoorbeeld wel zin? Wat is in de tussentijd veranderd? Misschien gaat uw relatie niet goed of lukt het niet om te praten over wat u het eigenlijk fijn vindt. Misschien heeft u veel stress of heel jonge kinderen die uw aandacht steeds nodig hebben. Misschien gaat het fantaseren over seks bij u niet vanzelf en zijn er maar weinig seksuele prikkels waarvan u opgewonden raakt. Als uw partner altijd meer zin in seks heeft, kunt u steeds minder zin krijgen. Pijn tijdens seks, erectieproblemen of problemen met klaarkomen kunnen ook maken dat u tegen seks opziet en minder zin heeft. Ook vermoeidheid of ziekte kunnen de zin in seks minder maken. Somberheid, angst, schaamte en negatieve gedachten over seks kunnen de zin erin helemaal weghalen. Heeft u last van dit soort problemen, maar zou u toch eigenlijk best wel meer zin in seks willen hebben, maak dan tijd om samen te praten en naar elkaar te luisteren. Bespreek de mogelijke oorzaken en wat je daaraan kan doen. Ga ook eens naar wanneer u fijne seks heeft gehad en waarom dat toen wel lukte. Op welke momenten staat u het meest open voor seks? Voor veel mensen is het belangrijk om te variëren in manieren van opgewonden worden. Zoenen, elkaar aanraken en masseren kan helpen om samen weer meer zin en plezier in seks te krijgen. Seks bestaat niet alleen uit geslachtsgemeenschap. Het idee dat het uiteindelijk op geslachtsgemeenschap uitdraait, kan de zin in seks in de weg zitten. Misschien een reden om het eens anders aan te pakken. Het kan ook helpen om met uw huisarts hierover te praten. Praten over seks en seksuele problemen is voor veel mensen niet gemakkelijk. Schaam u niet, uw huisarts is gewend om hierover te praten en vindt dit heel normaal.